deze aflevering André Bongers van de ABAX Basis over het 35-jarig bestaansfeest en Jos Timmermans van de Schutterij in Merkelbeek met het laatste nieuws over het OLS. Dit is aflevering 145 van Lopende Zaken met Paul Verstegen. Dag. Zeg niet dat er in deze regio niks te doen is. Het eerste weekend van juli is er hier zelfs stopdrukte. Merkelbeek staat dan helemaal in het teken van het winnen van de UM, oftewel het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Schutterij Sint Johannes en Sint Clemens steken dit jaar voor de organisatie. En die organisatie is bijna op stoom, horen we zo van schutterijvoorzitter Jos Timmermans. Maar eerst een feest in datzelfde weekend aan de andere kant van de grens, in het Duitse Teveren. Daar werd in juni 1982 de NAVO-basis geopend, de uitvalbasis voor de hier overbekende AWACS-vliegtuigen. André Bongers van de basis is mijn eerste gast. Hallo. Ja. Groot feest, uitpakken. Hoe gaat dat plaatsvinden in dat eerste weekend van juli? Ja, inderdaad, een groot feest. We hebben op 1 en 2 juli de open dagen zelf. Een groot evenement waarbij mensen van buitenaf kennis kunnen maken met alles wat wij op Guinekeer gaan doen. Waar we werken en wat we presenteren als landen. Alles wat anders geheim is, is dan gewoon openbaar? Wat we kunnen laten zien, laten we zien. Maar er zijn altijd wat zaken die helaas verborgen blijven voor andere mensen. Maar dat zal de pret niet drukken. We hebben genoeg entertainment en een gevarieerd programma om de mensen een leuke dag te kunnen voorzien. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, liggen eens een tipje van de sluier. Wat kunnen we zien? Als allereerste natuurlijk. Het is een vliegbasis, een militaire vliegbasis. Dus met een militaire vliegbasis en een open dag gaat natuurlijk gepaard altijd een static display, zoals wij dat noemen. En dat is? Dat zijn een aantal vliegtuigen die worden opgesteld waar het publiek dan foto's van kan maken. Waar ook mogelijk in kan gaan zitten, sommige kisten. Ja. Men kan met de crew praten, de bemanning van de vliegtuigen. Op dit moment zijn er een 60-tal vliegtuigen al toegezegd. Dus dat is best wel een behoorlijk aantal. En dat zijn allemaal militaire vliegtuigen? Ja, het zijn allemaal militaire toestellen. Het voordeel is natuurlijk omdat wij een NAVO-basis zijn, dat wij best wel wat connecties hebben binnen de NAVO. En dat zorgt er ook voor dat we dus veel vliegtuigen inderdaad hebben kunnen. En hoe gaat het dan? Dan bel je even met hallo Moskou, kunnen jullie, Moskou is misschien geen goed voorbeeld, maar hallo Hannover, kunnen jullie zorgen voor een F-16 komend weekend? Nou ja, dat kan zo gaan, maar normaal gesproken gaan dit soort zaken wel formeel. Dan wordt er een formeel verzoek wordt er ingediend namens de commandant van onze basis richting het NAVO-land, onze partner. En met de vraag van willen jullie alsjeblieft een toestel sturen of meerdere toestellen sturen, ja. Die wij dan tentoon kunnen stellen. En dat is zeer goed gelukt, moet ik zeggen, een gevarieerd aanbod. De toestellen worden tentoongesteld, er wordt niet gevlogen? Nee, er zal niet worden gevlogen. Dat brengt toch een hele andere dynamiek met zich mee. Dus we hebben ervoor gekozen om het alleen een static display te laten zijn, dus de toestellen staan geparkeerd. Ja. Wat er wel gaat plaatsvinden op de vrijdag is een fly-in, een zogenaamde spottersdag. En dan zullen deze om en bij 60 toestellen tussen 10 en 5 allemaal binnenkomen. Okay. En dat wordt een behoorlijk evenement, u kunt zich voorstellen. 60 en dan kunnen mensen met fototoestellen en verrekijkers. Absoluut. Dan kunnen echt de spotters, zoals wij dat noemen, die kunnen hun hart ophalen. Want er staan behoorlijk wat bijzondere kisten op de rol. Dus, ja. Maar in het weekend zelf wordt niet gevlogen? Nee, in het weekend zelf. Zoals we bij de OLS blij mee zijn natuurlijk, hè? Ja, dat was sowieso al afgesproken dat die dag in ieder geval boven het OLS-terrein niet gevlogen. Oh, daar hebben jullie contacten over? Ja. Nou ja, er is ook gecoördineerd natuurlijk met de verkeerstoestroom en alles. Want je wil natuurlijk niet hebben dat daar enige moeilijke situatie in ontstaan. Maar dat heeft zich allemaal goed opgelost. Wij hebben voornamelijk de hoofdingang is de Noordpoort bij ons. Nou, die toegangswegen die lopen niet via Nederland. Dus dat verkeer zal elkaar niet bijten op die dagen. Dus dat moet helemaal goed komen. Daar is rekening mee gehouden. Hoeveel mensen verwachten jullie eigenlijk dat weekend? We hebben capaciteit per dag om 20.000 mensen te ontvangen. Op de open dagen zelf. En dan hebben we ook nog eens een keertje op de zaterdagavond hebben we een vliegerparty, zoals we dat noemen. Tenminste op zijn goed Duits. Dat is een groot feest met allerlei acts. Muziekacts wordt georganiseerd door 100,5, dat is een Duits radiostation. Daar kunnen ook nog eens een keer 5.000 mensen naartoe. Dus behoorlijk wat capaciteit die daar beschikbaar is. Dat wordt in de hangar georganiseerd. Ja. Dus we hebben behoorlijk wat plek voor mensen. Dus ik zou zeggen, kom allemaal onze kant op. Ja. Ik zie op de achtergrond prachtige beelden van het AWACS toestel opstijgend, vliegend enzovoorts. Daar kennen we hier in deze regio met name natuurlijk de basis van. Ja. Hoe is de relatie wat jou betreft als je terugkijkt op de afgelopen jaren met betrekking tot de vliegbasis als het gaat inderdaad om geluidsoverlast en dat soort zaken? Ja, nou kijk naar die relatie. Ik
gepaard met een vliegbasis is natuurlijk altijd geluid, geluidsproductie. Mm. Dat is iets wat ik en ik denk niemand tot op heden kan wegnemen. Geluidsarme vliegtuigen die bestaan niet en of die ooit zullen gaan bestaan behalve dan zweefvliegtuigen, dat is de vraag. Kijk, er zijn natuurlijk altijd een kleine groep mensen die hun bezwaar indienen tegen de basis, de overlast die wij veroorzaken. Maar ik denk over het algemeen, als ik kijk naar de relatie die wij de laatste jaren hebben, ook bijvoorbeeld met de burgemeester van Onderbank, mevrouw Wolfs. Ik zie dat alleen maar als positief. Er vinden constructieve gesprekken plaats. En ik wil niet zeggen dat we meteen heel veel resultaat boeken. Mm-hmm. Maar het is een vrij complex dossier. Waar veel... Constructief, hè? Sorry? In ieder geval constructief. Ja, absoluut. Waar praten jullie dan constructief over? Want ik kan me voorstellen dat mevrouw Wolff zegt als burgemeester van... Ja, ik spreek heel veel mensen in onderbanken en die zeggen... Oh, daar gaat er weer een. Ik bedoel, ik weet ook als hierover gaat in de studio... We hebben al eens een keer opnames moeten stilleggen. Ja. Het is natuurlijk een hoop kabaal. Ben ik eens. En daar komen klachten van. Ja, hoe kun je dan met elkaar constructief praten? Want jij geeft zelf al aan, ja. Nou, kijk, een vliegbasis is een vliegbasis. Inderdaad. Maar we hebben in de loop der jaren hebben natuurlijk allerlei maatregelen genomen om in ieder geval die hinder tot een minimum te beperken. Als je kijkt naar het aantal vliegbewegingen over Nederland, dat is drastisch verlaagd. Als je gaat kijken naar bepaalde vliegroutes die hebben aangepast, bepaalde procedures die we normaal gesproken in het echt beoefenen met onze vliegtuigen, die doen we nu in de simulator. We spreken onze bemanning veel meer aan op het feit als ze mogelijk iets van de route afwijken. Dus er zijn heel veel instrumenten zijn er op zijn plaats gebracht om ervoor te zorgen dat die overlast tot een minimum beperkt wordt. Vliegtijden hebben jullie al aangepast? Vliegtijden, dat is ook iets waar we ons altijd druk mee bezighouden om ervoor te zorgen dat we in ieder geval binnen normale tijden vliegen. Wat is normaal voor een militair bedrijf? Dat is natuurlijk ook nog wel een beetje de vraag. Ja, want op dit moment nemen de spanningen in de wereld best wel toe. Ja. Dat heeft denk ik ook consequenties bij jullie op de basis, of niet? Absoluut. Kijken bijvoorbeeld naar IS. Dat is natuurlijk een hele grote dreiging die heel actueel is. Daar vliegen wij ook op dit moment missies voor. Ja, niet voor IS, maar in ieder geval voor de coalitie die tegen IS vecht. Maar wat we dan doen is, we hebben ook nog vooruitgeschoven basis in Europa liggen. En een daarvan is in Turkije, in Konya. En daar staat nu staat er ook een AWACS-toestel gestationeerd die dus vanaf die locatie die missies vliegt om de coalitie tegen IS te steunen. Uh-huh. Dus die missies worden niet ten alle tijden vanaf hier gevlogen. Echt, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar missies die we vliegen aan de oostelijke kant van het NAVO-gebied, in verband met toch wel de toename van activiteiten aan de Russische grens. Die missies vliegen we dan wel weer vanaf Geinekirchen. Ja. En dan proberen we een balans in te vinden. Actiever, als ik ga kijken naar de vliegbewegingen, die zijn afgenomen. Mm. Misschien klinkt dat heel vreemd, maar als je gaat kijken naar de aard van de missies, dan is dat wel te verklaren. Waar we voorheen misschien missies vlogen van 5, 6, 7 uur, vliegen we nu missies van 10, 11 uur als we naar het oosten van de NAVO, het NAVO-luchtgebied gaan. Mm-hmm. Dus minder starts en landingen. Ja. Maar wel langere vluchttijden. En we hebben natuurlijk ook eens een keer de capaciteit om te kunnen tanken in de lucht. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je minder hoeft op te stijgen en te landen. En waar natuurlijk ook de meeste klachten vandaan komen. Ja. Dus dat zijn allemaal zaken waar we rekening mee houden om ervoor te zorgen dat in ieder geval de overlast minimaal is. Ja. Maar dan komt in één keer die mededeling van het bos moet weer gekapt worden. Dan schrikt men hier in deze regio. Ja, klopt. Maar ik moet eerlijk zeggen, het bos moet gekapt worden. Ik vind dat een ferme uitspraak. Wij spreken liever niet meer over kap. Want dat is in 2006 heeft natuurlijk plaatsgevonden. En er is nu bekend hoe dat zich heeft ontwikkeld destijds. Uh-huh. Waar het nu over gaat is bomenonderhoud. En ik wil onderhoud niet... hoe moet ik het zeggen? Banaliseren. Kap is ook onderhoud, hoor. Bagatelliseren. Ja, nee, maar onderhoud betekent gewoon bepaalde boomtoppen gewoon afkorten. En als men gaat kijken naar bepaalde studies die er zijn gedaan, onder andere door natuurmonumenten, blijkt toch gewoon dat het bos zoals het er nu ligt beter af zou zijn met bepaalde snoei- en onderhoudsmaatregelen. Maar daar is het jullie niet om begonnen. Kom. Nee. Ik zal heel eerlijk zijn. Kijk, ons gaat het om vliegveiligheid. Dat staat bij ons bovenaan. Ja. Maar naast vliegveiligheid heb ik het ook over een stukje overlast wat gecreëerd wordt naarmate die bomen hoger groeien. Mensen denken vaak van, nou, als die bomen hoger groeien, dan hebben we minder overlast, want de vliegtuigen vliegen minder laag. Het tegendeel is echter waar, is dat het heeft niks met hoge of lage vliegen te maken. Het heeft meer te maken met, we hebben meer motorvermogen nodig. Meer motorvermogen betekent meer geluid. Je kunt minder brandstof meenemen, want je moet sneller stijgen. Dat betekent op den duur dat je kortere missies moet gaan vliegen. Oftewel vaker starten en landen weer. Nee joh, dat doe je in de lucht.
Ja, dat zou kunnen, maar die capaciteit hebben we ook niet oneindig ter beschikking, helaas. Maar ook het punt dat je een landing eventueel zou moeten afbreken ten opzichte van een landing waarbij we over Nederland vliegen. Dat punt dat, is nu vrij ver van de baan. Echter, hoe hoger die bomen worden, dat punt waarop de landing moet worden afgebroken, dat ligt op een gegeven moment midden tussen de woonkernen in. En u kunt zich voorstellen, als je een landing afbreekt, dan ga je gas bijgeven en dan ga je dus weer geluid creëren. Dus het niet onderhouden van de bomen, van het bos, heeft een averechts effect eigenlijk. Mm. En dat is een beetje de boodschap die wij continu proberen over te brengen, maar toch... Jullie zeggen dan eigenlijk, als die bomen lager zijn, dan kan ik meer brandstof meenemen, hebben we ook minder starts en landingen. Dat is een van de gevolgen inderdaad, ja. Ja, het is argumenten komen met mevrouw Wolfs goed over, want we zien toch wel dat de gemeente een beetje zich anders opstelt ten opzichte van het verhaal bomenkap dan een jaar terug. Het is een complex dossier en het heeft meerdere kanten en het gaat niet alleen over de maatregelen die wij nemen, maar er wordt ook vanuit de overheid worden bepaalde zaken gestimuleerd. Er is ook gesproken over het instellen van een leefbaarheidsfonds, waarmee bijvoorbeeld bepaalde zaken in de regio kunnen worden opgepakt voor de bewoners. Dat soort zaken spelen allemaal, maar dat zijn beslissingen en zaken die je niet binnen een week neemt. Dat heeft heel veel tijd nodig om bij de mensen goed tot besef te komen van hey, wat levert dat op en wat zijn de gevolgen voor de toekomst. Maar vanuit onze zijde doen we er alles aan om ten alle tijde de overlast tot een minimum te beperken. Maar zoals gezegd, geluidsarme vliegtuigen die... En nieuwe motoren, is dat helemaal van de band? Is toch heel lang klopt. Over gediscussieerd? Nieuwe motoren die geluidsarmer zijn. Ja, hè? Klopt. Ja, natuurlijk. En ook minder brandstof gebruiken. Minder brandstof aan schoner. Ja, nou, er is een studie geweest inderdaad om te gaan kijken van nieuwe motoren, biedt dat een oplossing? De aanschaf van nieuwe motoren zou maximaal 1 miljard euro kunnen kosten. Uh-huh. Dat is een behoorlijk bedrag, zeker als je gaat kijken naar de bijdrage die landen leveren aan de NAVO op dit moment. En er is toen gezamenlijk maar besloten... Maar dat komt goed. Trump heeft nu gezegd, jongens, jullie moeten alle contributie betalen. Dat gaan we uiteraard doen. Dan moet dat lukken. Inderdaad. Naar het totale budget van de NAVO is klopt. Een schijntje. Ja, maar toch... Als je het over meer jaren... Het probleem... Nee. Absoluut, ik begrijp uw gedachte. Alleen het probleem is dat de NAVO bestaat uit heel veel verschillende landen. Ja. En die moeten allemaal consensus krijgen over één onderwerp. Mm. En dat is heel moeilijk. Laten we eerlijk zijn, als we gaan kijken bijvoorbeeld naar de aanleg van de A73, dat heeft volgens mij 25 jaar geduurd. Dus dan hebben we het over snelweg. En dit gaat ook over een bedrag van 1 miljard, waar even een beslissing over genomen moet worden. En men heeft gewoon onderkend destijds van, we hebben nog, de motoren zijn nog in zo'n goede staat, we hebben nog zoveel reserveonderdelen, dat vervanging op dit moment niet opportun is. En die 1 miljard ergens anders aan besteed kan worden in plaats van nieuwe motoren. En ik begrijp dat het heel spijtig is, maar dat is een besluit dat op hoge hand wordt genomen en niet door mijzelf. Even een vaccin, als je in de vliegrichting kijkt, dan zie je ook die zwarte rookwolken uit die motoren komen. En als ik daar naar de vliegtuigen kijk, van de laatste 10, 15, 20 jaar, daar zie je dat niet bij. Het geluidsniveau is gedecimeerd ten opzichte... Maar goed, ze hebben daar een bepaalde afweging in gemaakt, die is duidelijk. Even terug naar het feestje. Ja. 35 jaar hebben we het nu over. Ja, er is wel eens gesproken van, die basis heeft zijn beste tijd gehad, want er is sprake van détente. Nou, inmiddels zijn de verhoudingen in de wereld toch wel een beetje anders geworden. Betekent dat nu dat zo'n basis gewoon veel langer blijft? Of staat dat niet meer ter discussie? Hoe gaat dat nu? Nou, het is heel moeilijk om te zeggen, de houdbaarheidsdatum van een basis, dat ligt op een niveau politiek gezien. Ja. Echter, als je gaat kijken naar de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden op de basis, er wordt heel veel bijgebouwd, er wordt heel veel gerenoveerd en er wordt heel veel onderhouden. Nou, daaruit blijkt al dat de NAVO niet van plan is om op korte termijn de basis te verlaten. Ja. En zeker niet als we gaan kijken naar de impact die de basis heeft op de regio. Werkgelegenheid technisch, economisch gezien. Daar gaan best wel bedragen in om van tientallen miljoenen. Ja. Want heel veel mensen die bij de basis werken, komen uit Nederland of wonen in Nederland? Er is een gezonde mix van mensen inderdaad. Burgermedewerkers die uit Nederland komen, die op de basis werken, die in Nederland wonen. Ook Nederlandse burgermedewerkers die op de basis werken en in Duitsland wonen. Maar dat geldt voor andere landen ook. Ook militairen die natuurlijk
natuurlijk op de basis werkzaam zijn en die in de omgeving gaan wonen. Waarbij ook Nederland een belangrijke huisvestingsplek is. Ja. Dus ja, de uitstraling van de basis naar de regio als het gaat om economische zaken, die is heel groot. En dat is iets wat ook vaak onderbelicht wordt. Ik ben van mening dat als de basis hier weg zou gaan, wat toch op dit moment werkgelegenheid biedt aan een 1750 mensen. Mm-hmm. Ik denk toch wel dat dat zijn uitstraling en zijn effect heeft op de regio. Op de woningmarkt. Ja, en ook het feit wat... Negatief effect. Ja, en ook wat mensen te besteden hebben. Dat is ook wel iets wat mensen vaak aan voorbij gaan. Mensen kopen leuke dingen, want ze zijn in het buitenland, hebben toch een bepaald gevoel daarbij. En ja, dat zijn allemaal dingen die wegvallen. Maar ook bijvoorbeeld de bakker of de supermarkt, die in één keer klandizie mist. De vele restaurantjes. Ja, nee, absoluut. Ja, dan hoor je ook af en toe in één keer Amerikaans zo lang. Ja, inderdaad. Dus dat zijn wel zaken die, waar mensen bij stil moeten staan als je het hebt over de basis. En kijk naar het toestel zelf. De NAVO is uitgesproken om tot 2035 met deze toestellen door te vliegen. Hmm. Dus dat zou nog betekenen dat we nog wel een behoorlijke houdbaarheidsdatum hebben op dit moment. Ja. En de basis daarvoor, toch een bepaald commitment in die regio, die is er volgens mij wel. Ik las daar recentelijk nog het artikel waarin de destijds gouverneur Frisse aangaf van nou ja goed, we hebben ondanks de woelige baren af en toe best wel vanuit de regio moeten bijsturen om te zorgen dat die werkgelegenheid in de vorm van een basis in de regio gegarandeerd blijft. Ja, ik denk absoluut dat wij toch wel een grote werkgever zijn. Ondanks het feit dat we de NAVO zijn, om het zo maar even te zeggen, is het niet altijd even zichtbaar, want je bent toch een beetje een politieke speler. Maar ik denk als je dat echt allemaal gaat... Er is een studie geweest in 2012 overigens die dat ook bevestigt. En die ook echt bedragen noemt. En dat zijn echt tientallen miljoenen, zoals ik al eerder aangaf. Mm-hmm. Dus ik denk de invloed die de basis heeft op de regio, die is meer aanwezig dan wij met z'n allen kunnen zien, normaal gesproken. Ja. Direct aan de indirecte werkgelegenheid. Ja, absoluut. Absoluut. En het feestje, van meerdere duizenden banen zijn. Ja. En het feestje in dit eerste weekend van juli, moet je je daar nog voor aanmelden? Of kun je binnenlopen? En... Nee, er is wel. Mensen moeten wel een toegangsbewijs kopen. Dat is wel een feit. Mm-hmm. We hebben een website hebben we in het leven geroepen. Daarop kunnen mensen zich aanmelden. Kunnen ze hun toegangskaarten bestellen. Misschien dat u die zo meteen ook in beeld kunt nemen. Nog dat adres. Schijnt hieronder onder in beeld. Inderdaad. Het is wel een ingewikkeld adres om mezelf op te noemen. Dus vandaar. En we hebben ook nog een aantal voorverkoopadressen in Duitsland en in Nederland. Waar mensen kaarten kunnen kopen. Iedereen is van harte welkom om nogmaals aanwezig te zijn met het mooie feest. Goed, veel succes in dat eerste weekend van jullie, André Bongers. Dank je wel. Dank je wel. Hiernaast me zit nog iemand die een groot feest heeft in datzelfde weekend. Datzelfde weekend, ja. En dan hebben we het over het OLS. Ja, rond dat weekend eigenlijk. Hè. We beginnen vooraf. Precies. En kavelen is het weekend na 2 juli. Dus wij hebben eigenlijk 3 weekenden lang... feest en Merkelbeek. Ja, schutterijvoorzitter Jos Timmermans. Al een tijdje geleden hier te gast geweest bij Lopende Zaken. En toen hadden we het erover, nou ja, het is nog een paar maanden weg, maar er moet een hele hoop gebeuren. Het is een kleine vereniging, hoe ga je dat allemaal organiseren? Ik had u gisteren toevallig aan de lijn, u was het telefoongesprek al helemaal vergeten, die afspraak die we hadden. Ik dacht, gaat het wel goed komen met het OLS? Nou ja, ik mag best zeggen dat wij trots zijn over de wijze waarop wij in Merkelbeek en omstreken dat feest hebben opgepakt. We hebben een werkgroepen samengesteld, totaal een 100 mensen, die al vanaf september, oktober bezig zijn in het succes van het feest te maken. Ja. En op dit moment zijn we zover dat alle inkopen zijn gedaan. De vergunningen zijn nog niet verleend, maar wel aangevraagd. We hebben orkesten geboekt, we hebben vrijwilligers, bijna voldoende. Er komen nog steeds aantallen. Dat was de grote zorg van Dat u, was de grote zorg een aantal weken geleden. En, hoeveel mensen hebben jullie nodig en hoeveel mensen hebben zich al aangemeld? Nou, we hebben totaal een 1500 mensen nodig. Op dit moment hebben zich een kleine 1100 mensen aangemeld. Maar daarnaast hebben we nog een aantal groepen die toegezegd hebben dat ze ons komen helpen. Zoals bijvoorbeeld een groep verkeersbegeleiders. Uh-huh. 70 mensen die gaan het verkeer regelen rondom Merkelbeek. En de OLS-bezoekers naar de parkeerplaatsen. Maar jullie missen eigenlijk nog 400 mensen, schat ik dat goed in? Nee, nog 200 ongeveer. Okay. We hebben ook nog een 100 mensen van de serviceclubs die toegezegd hebben bijvoorbeeld de hele entree te bezetten van de optocht. Dus we zitten dan nu zo rond de 1300 mensen. En met name op 2 juli zoeken wij nog vrijwilligers. Dat is net de dag dat we ook de meeste mensen nodig hebben. En ja, ik
begreep dat ook wel. Een aantal mensen in het Markenbiek zeggen dan, ja, ik krijg bezoek van familie en vrienden die komen de opdracht kijken. En ja, net die dag komt me heel lastig uit. En op die dag zoeken wij nog een 100, 150 mensen om ons bij te staan. Goed, die oproep die verschijnt ook zo meteen in beeld, dus dan kunnen we daar ook zaken over doen. Maar een bijzondere happening, ik kan me herinneren van het vorige OLS daar in Maasmechelen, dat er na afloop toch wel een kater was. De kosten waren veel hoger geworden dan wat er binnen was gekomen. Hoe gaan jullie dat voorkomen? Nou, we zijn eerst, toen wij gewonnen hadden, de dag erna al gaan kijken in Maasmechelen wat ze daar allemaal gedaan hadden. Maar ook wat ze niet gedaan hebben. En we hebben gekeken van, ja, wat ging hier nu allemaal fout? Ja. Want we hebben natuurlijk wel heel goed gezien dat er een paar dingen niet goed gingen. En daar hebben we natuurlijk lering uit getrokken. We zijn begonnen met een hele goede begroting te maken. En ik heb in juli vorig jaar gezegd, we geven een euro uit of we moeten hem ook hebben. Ja, maar wat is een goede begroting? Een goede begroting is een begroting die klopt en die je ook onderweg nog een keer bijstelt. Dus je kunt niet in november een begroting maken en dat is hem dan. Die begroting wordt bewaakt, wordt elke 2-3 weken opnieuw onder de loep genomen. Waar staan we? Wat moeten we nog? Wat hebben we al gedaan? Waar kunnen we nog wat besparen? We hebben een stevig inkooptraject ingezet. Wat is een stevig inkooptraject? Nou, we hebben heel goed gekeken naar bedrijven die ons bijvoorbeeld in Natura kunnen sponsoren. Er zijn bedrijven die hebben rijplaten geleverd, er zijn bedrijven die leveren containers, er zijn bedrijven die leveren stroom, er zijn bedrijven die leveren diesel. Ga zo maar door. En zo hebben wij, denk ik, alles bij elkaar toch wel een 100, 150.000 euro kunnen besparen op de begroting. En dat zijn natuurlijk substantiële bedragen. Ja. Daarnaast zagen wij eind februari, begin maart, we komen nog stevig wat geld tekort. Mm-hmm. Nou, als je dat dan weet, dan kun je dat nog op anticiperen. Wat is een stevige hoeveelheid geld die je tekort komt? Toen hadden wij nog 200.000 euro te gaan. Op de begroting. Maart hebben we het dan over? Ja, dit jaar. Februari, maart. Ja. Ja, en we hebben toen de groep sponsoring uitgebreid met een aantal mensen. En dat heeft succes gehad. Dat gat van die 2 ton, dat is bijna dicht op dit moment. En dan hebben we nog wat dingen uitstaan. Als we die kunnen verzilveren, dan is het gat dicht. En als we dan we hebben met een conservatief aantal bezoekers begroot. En wij denken dat wij dan met zwarte cijfers kunnen starten. En wat is dan een conservatief aantal? Stel dat iedereen naar die NAVO-basis gaat of dat het weer tegenvalt. We hebben voetbal dat weekend, geloof ik. Ja, Roda heeft nog een open dag. We hebben nog wielrennen. Tour de France. Tour de France nog. Ja. En komt trouwens nog een beetje in de buurt ook. Inderdaad, hè? Dat bedoel ik. Ja. Ja, dat klopt. Maar wij denken dat mensen hier uit de directe regio toch kiezen voor Markenbeek. Gewoon omdat het uniek is dat het OLS toch weer een keer hier in de buurt is. En dat Tour de France sinds, sinds jaren, geloof ik. 1993 Brunsum. Ken naar. Dat was de laatste keer. Nou, wij denken over die 2 weken verspreid 35.000-40.000 bezoekers te hebben. En dat is een voorzichtige schatting? Dat is een voorzichtige schatting. We hebben ook oorlessen gehad dat op de oorlesdag zelf al 30.000 mensen aanwezig waren. Ja. En het kinderoorles bijvoorbeeld zijn er altijd tussen 8.000 en 10.000. Naar het kavelen komen ook altijd toch een paar duizend mensen. Dus dan zit je al op die 35.000, 40.000 mensen waar wij in de begroting vanuit zijn gegaan. Ja, maar goed, in België, Maasmechelen, hebben ze natuurlijk ook berekeningen gemaakt en daar viel het bezoekersaantal gewoon erg tegen. Ja, maar dat komt omdat het OLS in die gemeenschap veel minder gedragen wordt dan hier in de regio. Maasmechelen heeft, ik geloof, 80 verschillende entiteiten. Mm-hmm. En die hebben natuurlijk veel minder met elkaar op dan wij hier in de regio. Het verenigingsleven bloeit sowieso veel meer hier in Nederlands Limburg dan in Belgisch Limburg. En dat alles bij elkaar, denken wij, dat zal zorgen dat wij veel meer bezoekers krijgen dan Maasmechelen. Het feest wordt ook veel meer gedragen hier. Ja. We maken ook veel meer lawaai rondom het feest. Als ik het zo mag noemen. Lawaai in welke zin? Eindelijk eens een keer iemand anders die lawaai maakt in de regio. Ja. Leg uit. We maken stevige publiciteit. Ja. We zorgen voor flyers, folders, advertenties. De pers heeft
moet ik dankjewel tegen zeggen. De pers heeft ook ruim aandacht voor. Niet alleen Loon TV, maar ook Limburgs Dagblad en L1 en noem maar op. Regionale bladen. We hebben ook goede mensen op PR gezet die zorgen dat er ook stukjes, dat er ook informatie beschikbaar is voor de voor en dat de alles bij elkaar, dat geeft u het volle vertrouwen dat er heel veel mensen op bezoek komen. Zeker ook al is het weer wat minder, ook al is die Roda dag ook heel interessant. Kijk, als het 2 juli om 12 uur begint te stortregenen en dat duurt tot 3 uur, hebben we natuurlijk een probleem met z'n allen. Ja. Maar dat is al niet meer, want u heeft een overvoorzichtige schatting. Dat betekent dat als het inderdaad zo goed gaat en al die als voortekenen lopen zoals ze moeten lopen, feest. Dan loopt u binnen als vereniging. Ja. Enorme omzetcijfers, dat gaat allemaal in de clubkas. Nee, dat gaan we niet doen. We hebben gezegd dat de helft van het resultaat gaan we verdelen onder de verenigingen die ons geholpen hebben. En dat doen we naar rate van gewerkte uren. Er is ook een hele administratie voor opgezet om dat bij te houden. Dus dan worden alle verenigingen uit Merkelbeek en omstreken, uit Onderbanken, we hebben verenigingen uit Brunsum, uit Oorsbeek, uit Amstraden, uit Hoensbroek, verenigingen en mensen die ons komen helpen als vrijwilliger. Okay. Dus, dus dat hele verenigingsleven profiteert dan op die manier ook nog mee van het succes? Ja. Ja, dat niet alleen. Ik vind ook dat de saamhorigheid in Merkelbeek een heel stuk nog beter geworden is dan dat het al was. Ja. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Waar merk je dat aan? Nou, dat merk je aan het groot aantal mensen dat zich heeft opgegeven als vrijwilligers. We hebben 100 mensen die gemiddeld denk ik 50, 60 uur per maand aan dat feest besteed hebben. Mm-hmm. We zijn er ook bij die 100 en meer uren per maand aan dat feest werken. En die komen van alle kanten af. Ja. Je ziet dat de grotere verenigingen acties houden onder hun leden om ons vrijwilligers te bezorgen. Dat is echt uniek. Ja, en dan hebben we het over het schuttersfeest aan zich. Maar ik zag ook in de advertenties al een avond, zeg maar de vrijdag voor het allemaal losgaat. Grote feestavond met artiesten, alles erop en erom. Big Benny, Beppie Kraft, noem het maar op. Dieter Koblenz is daarbij. Dat organiseren jullie ook zelf? Dat organiseren we allemaal zelf met de werkgroepen die we daarvoor opgericht hebben. Het zijn er 10. Die allemaal een eigen taakveld hebben. Dat zijn flinke klussen toch? Hè? Dat zijn flinke klussen. Dat doet de evenementen, hebben we het groepje genoemd. En die doen onder andere die Limburgse avond. Ja. Voorverkoop loopt heel goed. Wij hopen op 15... Want je moet er gewoon kaartjes voor kopen? Ja, dan moet je kaartjes verkopen. Okay. Voorverkoop loopt heel goed. Het Tribute Festival hebben we, het grootste in Limburg. 6 verschillende bands. Kaskraker is Rolling Stones uit Groot-Brittannië. Ja. Maar er zijn er meer. En tribute bands zijn eigenlijk bands die een bepaalde band en de muziek van die band naspelen. En er zijn erbij die net zo goed en soms nog wat beter zijn dan de originele band. Ja. Hebben we nog een heel klein beetje tijd over voor het kinder-OLS. Vind ik toch wel even de moeite van het vermelden waard. Want? Ja, dat is gewoon schitterend als je ziet met hoeveel enthousiasme die scholen dat opgepakt hebben. Hoeveel deelnemers dit jaar? We hebben 31 scholen, 30 optochtnummers, 2 scholen doen het samen. School van Merkelbeek hebben iets heel unieks bedacht. Ik mag nog niet verklappen wat dat precies wordt. Dat is de verrassing weg. Maar de mensen zullen versteld staan. Hoe mooi dat die Maar dus een enorm groot deelnemersveld bij de jeugd. Ja, ja, ook hier uit de regio. En ja, dat is wel bijzonder. Want uit deze regio was er nooit zoveel belangstelling voor. En nu zie je dan toch dat 10, 12 scholen uit de directe omgeving van Onderbanken meedoen. Uit Doenraden, Schinnen, Nut ook een school. Schinveld, Brunsum, ze komen overal vandaan. Het wordt moeilijk kiezen in dat eerste weekend van jullie, dat kunnen we nu al vertellen. Jos Timmermans, André Bongers, hartelijk dank voor jullie komst naar Lopende Zaken. En dit was hem weer, Lopende Zaken. Het programma kun je altijd terugkijken op de website lotv.nl. Daar staan ook alle oude afleveringen op. En dat zijn er inmiddels al heel wat. Over 2 weken, dan zijn we er weer. Tot de volgende Lopende Zaken.